de traditie van Schubert en Mendelssohn. Op 13 en 14 oktober in Eindhoven en in Den Bosch. Interessante programma. Drie componisten. Ja, misschien dat traditie van Schubert en Mendelssohn moet je dat maar niet zo nauw nemen. Dat gaat meer om een bepaalde binding te zoeken tussen die componisten. Interessante dirigent, Leo Koereman. Ik dacht dat het een Fin was, maar er blijkt iemand geboren te zijn in Macau. En Macau, zoals jullie Nederlanders heel erg goed weten, hè, die heeft dan een nare verleden wat Nederland betreft. Want 1622, door een toevalstreffer in een schip, de hele kruid is opgeblazen. En uiteindelijk de hele provincie Macau is toen Portugees gebleven. En ik denk dat dat maar onlangs is toegevoegd aan China. Maar is nog steeds administratief vrij. En de dirigent, pianist, heel mooie pianist, die is onze dirigent van deze programma. Zeer interessante personage. Winnaar van een aantal internationale wedstrijden. Muziekdirecteur van Macau Chamber Music Association. Ook Detroit Symphony Orchestra is internationaal bezig. Met een interessante solist, ook met Nederlandse roots eigenlijk. Stephen Waarts. Heel interessante violist. Die is al ooit bij ons geweest met Kees Bakers, ook als mij goed herinner. Interessant en die speelt een prachtigste vioolconcert van Mozart. Het programma staat nog een onvoltooide, of beter gezegd wel een voltooide symfonie van Schubert. Dus niet in onvoltooide, maar wel een voltooide symfonie. In een bewerking van Luciano Berio, heel interessant. En aan de pauze hoort u die Reformatiesymfonie van Felix Mendelssohn. Dat staat op menu, bijzonder interessant. Luciano Berio, Italiaans componist, 20e eeuw. Heel bijzonder, bijzonder man. Getrouwd met Cathy Barberian. Een van de allerbeste hedendaagse sopranen van in de periode. Die schreef ook een aantal prachtige stukken voor haar. Maar niet alleen voor haar. Hij schreef allerlei muziek. Moderne muziek, experimentele muziek, kamermuziek, groot orkest, vocale muziek. Maar bij instrumentalisten zijn de bekendste werken van hem zijn sequenzas. Dat zijn allemaal zo korte stukken eigenlijk, waarin de alle mogelijkheden van een instrument of een zang uitmaakt. Onder andere van Cathy Barberian. Voor alle duidelijkheid, dit stuk wat u te horen gaat krijgen, is totaal iets anders. Maar moet u wel weten, die componist componeerde in die stijl. Trouwens, zelf voor mijn prachtig instrument hier, voor de fagot. Hè. Toch een impressie van even wat zo een instrumentaal werk is van hem. Die klinkt zoiets bijvoorbeeld. Duidelijkheid. Ik zie al gezichten wat bedonderd kijken, zo. Oei, daarvoor hebben we eigenlijk geen ticket gekocht. Jawel, maar wat u gaat te horen krijgen is totaal iets anders dan dit muziek. Maar toch een keer weten waarmee de Italiaanse componist bezig was. Trouwens, hij was geen klein componistje hoor. Want die had samen met de andere bekende componist Bruno Maderna, had gewoon een studio die Fonoglia opgericht. Dat is een hedendaags orkest eigenlijk en allerlei dingen mee gedaan. Maar hij doseerde muziek aan de befaamde Juilliard School of Music in New York. Dat is niet gegeven aan zomaar iedereen hoor. Ik heb ook een stuk van hem gespeeld en ik vond dat hij buiten die sequenza ook in kamermuziek. Ik vond een bijzonder interessante man. Maar ja, nog even terug naar de symfonie van Schubert. Dat is een symfonie die ongeveer 30 minuten duurt, onvoltooid,
men alleen schetsen had van Schubert gevonden. Dus heel, heel haastig geschreven. Bijzonder haastig. Hij was eigenlijk misschien een paar weken voor zijn dood. Heel interessant, tot het einde van zijn leven, Schubert kwam tot een inzicht dat hij heel erg graag iets meer wilde leren over het contrapunt. Want die was niet zo thuis in Mozart, daartegenover, via van Baron van Swieten. Die had manuscripten gekregen van Händel en van Bach, die was veel meer thuis in. Maar eigenlijk hij niet. En die had ingeschreven, een befaamde leraar in Wenen, om contrapuntlessen te volgen. Dus precies één les kunnen gaan volgen, de tweede had hij moeten afzeggen en de derde les, ja, jammer genoeg, al was hij al dood. Maar niettemin, die manuscript bleef achter. En in de jaren 80, als ik me niet herinner, was een soort beweging. Laat ons een keer dat stuk van Schubert voltooien. Ja, het is genoeg één onvoltooide symfonie. En de onvoltooide symfonie van Schubert is ook grappig, want die heeft ook geen echte meer manuscript. Die krijg je nog een beginsel van het derde deel, maar daarna krijg je niks meer. Daartegenover, in deze symfonie, krijg je eigenlijk drie delen, waarin hier en daar wat fragmenten missen. Je dacht misschien, ik ga dat later invullen. Dat jammer genoeg geen tijd voor had. Men bedacht van allerlei constructies, hoe gaan we dat hier nu eigenlijk vervolmaken? Eigenlijk. Er waren verschillende pogingen daarvoor. Daaronder was een van Brian Newbold. En die had die symfonie volledig afgewerkt. En dat klinkt effectief als een Schubert-symfonie. Niks aan de hand. De orchestratie sowieso van Newbold. Want Schubert had alleen in twee lijntjes dingen genoteerd. En zo kreeg je eigenlijk de klassieke symfonische opstelling van dit symfonie. Eigenlijk, waarom moet je iets afwerken wat van niet van jou is? Ja, kijk, natuurlijk befaamde voorbeelden zijn van een requiem van Mozart die afgewerkt is. Prima, maar daar was meer materiaal aan voorhanden. Hier weet ik niet. Hij was in de tijdzaal. Dit is toch een heel andere kijk. Niks tegen Newbold, die had eigenlijk heel goed bedoeld. Maar men toch dacht aan iets anders. Men dacht, zullen we dit niet proberen anders af te werken? En zo kreeg eigenlijk Luciano Berio die opdracht. Heel interessante opdracht. Als ik me niet vergis, ben ik niet 100% zeker van, maar ik heb ergens gelezen dat die is in de tijden, de stuk als af was, min of meer, was eerst uitgevoerd onder de leiding van Nicolas Harnoncourt als hij dirigeerde in Concertgebouw in Amsterdam. En daarna door Ricardo Chailly. Dus die heeft ook een Nederlandse verbintenis, dit stuk. Wat was de bedoeling? Was de bedoeling gewoon die originele van Schubert houden en de andere delen reconstrueren, maar niet met de muziek van Schubert zelf, maar van Berio zelf, muziek van Berio. Het is precies, jullie zijn waarschijnlijk naar de middeleeuwse ruïnes geweest, hè, waarin je ziet die originele, en dan ziet je daarboven met moderne materialen vermaakte, vervolledigde stuk. Iedereen weet dat, zo was het niet, maar dan krijg je idee van hoe zou kunnen geweest zijn. En dat is exact wat hier bij Berio gebeurt. Giordano Montecchi, een Italiaanse muzikoloog, journalist, die schreef iets heel moois daarover. Dat vind ik heel grappig. De fragmenten van Schubert geven aanleiding tot muzikale momenten van duizelingwekkende schoonheid, die niettemin voortdurend opdoemen in de leegte van wat niet wordt gedaan, niet werd gedaan. En Berio vult deze leegte met een iriserende muzikale esthetiek. Wow. Nou, dan dacht ik, wat is iriserende? Want ik kende dat woord niet, moet ik eerlijk zeggen. Moet ik eerlijk bekennen, maar nu weet ik het wel. Dit is iriserende. Krijg je lagen op elkaar, waardoor de licht krijgt een andere breekhoek. En waardoor je allerlei rare kleuren krijgt, allerlei rare structuren krijgt. Maar ergens hierachter zie je nog de originele. En dat is eigenlijk de bedoeling. Dat was eigenlijk de bedoeling. De stuk noemt trouwens ook rendering of reproductie. Het is meer bedoeld als een voltooid werk, niet als een uitvoerende symfonie van Schubert, zoals in de tijd van Schubert zou geweest zijn, maar meer als een soort reconstructie, zoals ik net zei, van een middeleeuws bouwwerk die wordt gerestaureerd. En zo klinkt het. Op het eerste zicht, die partij van Franz Schubert, Luciano Berio, lijkt op een normale
orkestpartij in de tijd van Schubert. En klinkt het ook zo. Mooi te zien dat hieronder is origineel. Die twee lijntjes zijn van Schubert. En zie je, dat is goed helemaal uitgewerkt. En de nietsvermoedende luisteraar wordt gewoon ingeluisterd. Heel langzaam, maar verandert een orchestratie, verandert de begeleiding. Niet zo onmiddellijk, het duurt even een paar minuutjes. Dus iedereen wordt op zijn gemak gesteld. Als is dit van Berio, dan is dat wel best leuk. Het is geen moderne muziek, hè? Het is gewoon Schubert. Hier verandert een beetje al de toon. Klarinet? Precies niks aan de hand. Hobo, sorry. Prachtig. Dat is origineel hier onderaan. Aha. Kijk eens. Krijg je chalets erbij. Andere instrumenten. Ziet je ook een partituur, hè? En hier is geen origineel van Schubert. Dus krijg je eigenlijk dit. Dat beeld. Ja, die partituurbeeld ziet wat drukker uit dan dat eigenlijk is. Dat is een hedendaagse partituurbeeld. Dat duurt even. Maar dan? Terug. Dan ziet de origineel daaronder en hoe dat allemaal dan verwerkt is door Berio. Fantastisch. Ik vind, persoonlijk als muzikus, vind ik een heel, heel interessant experiment. En is gewoon weg. Is gewoon weg. Ik vind gewoon weg. Gewoon weg. Mooi. Het is echt mooi. Dat is zeer esthetisch gedaan. Gaat geen enkele seconde die idee gaan krijgen. Ah, oh, dat is zo hedendaagse muziek. Dat zo zonder ziel. Dit muziek heeft absoluut een ziel. Een aanrader. Ik vind dat heerlijk dat we dat mogen spelen. Als tweede stuk krijgt u de vierde vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart te horen. Moet ik zeggen, een van mijn lievelingsconcertos van Mozart. Er zijn niet zoveel hoor. Die had maar een aantal concertos geschreven. 5 totaal en dan nog een paar andere vioolwerken. Ik denk dat hij was geen echte violist. Hij wou dat niet eigenlijk, viool spelen. Maar nou ja, kijk, heb je een vader, Leopold Mozart, die een uitstekende pedagoog en violist was, die de methode geschreven voor viool. Ja, je kunt niet onderuit komen. Hij moest viool gaan spelen. En tot zijn hele leven, Leopold, was eigenlijk een beetje zo trist dat Mozart nooit echt violist is geworden. Die bepaalde men schreef aan zijn zoon, die correspondeerden heel veel, hè. Die schreef aan zijn zoon, ja, jij weet het helft niet. Jij weet het helft niet hoe goed je eigenlijk speelt. Hoe mooi je eigenlijk speelt.
Maar ja, zelf van jonge Mozart, als die alle vingers groot genoeg waren, die verkoos voor een publiek optreden liever een altviool dan de viool. Ja, die speelde niet zo graag viool. Hij was een uitstekende violist. En natuurlijk, hij wist dat heel, heel erg goed, dat bij de aartsbisschop in Salzburg, de kapelmeister, of daarna natuurlijk de organist, en daarna die concertmeester van het orkest, had eigenlijk de meest interessante job, qua centen, qua alles. Hè. Dus die speelde maar viool in dat orkest. Hè. Maar als die kon, kroop achter de orgel, of speelde piano, of klavicembalo, of iets anders. Liefst. Ook trouwens aan andere werken van Mozart voor viool, die sonates bijvoorbeeld. Dat zijn heel rare stukjes eigenlijk. Want jij verwacht een heel virtuoze, mooie vioolpartij en het is net omgekeerd. Dat is een heel virtuoze pianopartij met vioolbegeleiding. Dat is heel, heel, heel opmerkelijk. Men weet dat ook niet waarom hij eigenlijk in 1 jaar tijd 5 concerti schreef. Het zijn 2 periodes in dat concerto's. Men zegt, heb je een jongere, die ietsje meer, iets makkelijker of minder interessante concerto's. Maar de 4e en de 5e vinden ze alle collega's. En ik vind het ook eigenlijk een heel erg goede concerti. Het is niet voor niks dat die concerto's heel vaak worden gevraagd op een auditie bij een symfonieorkest. Als je komt bij ons auditioneren, is altijd een Mozart-concert om te spelen. Dit is zo complex eigenlijk. Zo zuiver. Zoals zijn handschrift was. Men hoort onmiddellijk van een solist, zoals Stefan Waerts, wat die waard is. Hij hoort onmiddellijk, intoneert hij goed, speelt hij muzikaal. En dan zie je hier de jonge Waerts. Kijk, ik heb een leuke opname met hem. Hij is een solist. Maar hier zien we hem. Een aantal jaar geleden, ik denk het jaargetal weet ik het, 2015. Was hij laureaat in de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel en hij kreeg de publieksprijs. Stuk begint zo, je kunt zien een soort fanfare-achtige motief. Typische concerto met een mooie inleiding. En hier begint hij direct met de viool, een heel hoog register. Heel moeilijk om de intonatie mooi te spelen. Moet eens luisteren en kijken. Moet ik eerlijk gezegd toegeven, als bij ons een auditie is en een kandidaat dit speelt, als tot hier in orde is, dan luister ik zeker verder. Of wij allemaal. Maar als dit eerste passage al niet goed vast van intonatie en van alles, dan men is ook al geneigd gewoon de streepje aanzetten van nee, dat is toch niet wat we zoeken. Die essentie van dit stuk, dat is zeer, zeer, zeer erg goed samengevat. En als iemand toch een publieksprijs kan winnen op een van de belangrijkste vioolconcours ter wereld, dan vind ik het wel de moeite waard is om hem uit te nodigen. Ik vind dat Stefan een prachtig geluid heeft. Heel zuiver speelt. Mooi, mooi en energiek. Dat is echt een heel interessant solist, vind ik. De inzet van het orkest was wat minder goed samen, maar goed, dat kan gebeuren. Je moet indenken, Mozart was de allereerste muzikus die eigenlijk een freelance leven leiden. Voor alle duidelijkheid, dat beeld van de arme Mozart die sterft en alleen zijn hond had naar de begrafenis, dat is absoluut niet waar. Mozart was wel, die verdiende wel heel erg goed. Wat Mozart altijd problemen mee had, is cashflow. Die had nooit cashgeld, want die,
Beeld eens zien, die moest alles zelf organiseren. Dus je moest zelf mensen inhuren, zelf een piano huren of kopen, de zalen huren, alle toestanden. Hij moest dus alles vooraf betalen en pas als er cash binnenkwam, na afloop van concerten, dan kreeg hij geld. Dus die leden en voortdurend een tekort aan cashgeld. Zo was die wel arm, maar die had wel altijd nog lopende contracten van uitgevers, van concerten. Dus op die manier was hij eigenlijk zeer modern. Het tweede deel is een heel, heel ander karakter. Die viool mag echt zo breed uitzingen. Dat is... Ik vind het leuk dat met de solist een opname te hebben. Het is zo ontzettend simpel, maar toch zo ontzettend mooie muziek. Grappig te weten dat diverse autoriteiten, dus daaronder niemand minder dan Albert Einstein, die hebben gesuggereerd dat eigenlijk dit stuk van Mozart is geschreven van een model, hè, dus een beetje afgekeken van Boccherini's vioolconcert. Die zocht een beetje inspiratie bij de Italiaanse meesters. Het vervelende van de zaak is dat de Boccherini's vioolconcert is een vervalsing, is geen echte vioolconcert van Boccherini. Dus dat is niet waar. Maar dat zou kunnen dat inderdaad de inspiratie bij Italiaanse muziek lag een beetje en de Franse invloeden. En dat hoort je heel erg duidelijk in de finale, rondo, dus een Franse dans zoals we weten. En dan hoort je dat goed, eigenlijk die twee elementen, de rondo-thema, dat is een beetje Frans getinte melodie, eigenlijk zich afwisselt met een Italiaanse soort saltarello-achtig iets. Het is eigenlijk een soort musette. Eigenlijk. Men vermoedt dat het eigenlijk een bekend liedje was in Straatsburg. Daarom noemt het ook heel vaak dit concert de Straatsburgsconcert van Mozart. Dat zou kunnen, zou ik zeggen. Het was een straatliedachtig iets misschien. En die had gewoon opgevangen. En die had gewoon op papier gezet. Echte stuk. Duurt niet lang, maar toch heel... Heel aangenaam naar te luisteren, is virtuoos. En ik ben 100% zeker dat Stefan had het fantastisch gaan spelen. Als je hier die opname al bekijkt, die is al ontzettend goed. Dus ik vermoed als die bij ons gaat komen, gaan die even goed spelen. Is virtuoos, mooi van klank, aangenaam, sympathieke kerel. Uitstekende keuze als solist. Na de pauze, de vijfde symfonie van Felix Mendelssohn. Ja, ik vind het een bijzonder stuk. Moeilijk. Waarom? Ik heb heel vaak idee, vooral van symfonisch werk van Mendelssohn en van Schumann, dat ze iedereen altijd tegelijk speelt. Zo. De hele orkest is iedereen tegelijk, zo. Iedereen is heel druk bezig En is toch niet helemaal zo. Dit stuk heeft een heel interessante thematiek. Het is eigenlijk geschreven door een jonge Mendelssohn.
En die zelf later, die vond dit stuk die vond een jeugdzonde, dit stuk. Die wou verbranden. En dat is dus heel erg raar, want het is wel heel erg goed. En het is een van de meest gespeelde werken van Mendelssohn. Hij is geboren in een Duits-Joods gezin. Zijn vader was een bankier. Je moet wel duidelijk weten, hij komt van een rijk gezin. Dus ze konden heel veel van permitteren. Dus die jongen was goed opgeleid en die had heel veel kansen gekregen. Op 9-jarige leeftijd, die trad al op als pianist in het kamerconcert. En die had een aantal stukjes geschreven. Dus het is vergelijkbaar met Mozart, een beetje de geniale tip. Zijn vader was zo rijk zelf dat hij eigenlijk ook een privéorkest kon permitteren. En dat is ook de reden dat die... Men kent de symfonie van... de aantal symfonieën van Mendelssohn, maar men kent niet de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde symfonie. Want die zijn allemaal geschreven voor strijkers. Dus ik neem het aan dat hij leerde dirigeren en componeren met de live orkest. Beter kun je niet wensen, eigenlijk. In 1827... die schreef zich in een universiteit in Berlijn en studeerde dan geschiedenis en filosofie bij Hegel. Nou, ook geen klein vis als je bij dat mag studeren. Op 17e componeerde een van zijn meest bekende toneelbegeleidstukken, die Midzomersnachtdroom. Dat is denk ik het meest gespeelde stuk van Mendelssohn. Prachtig stuk en zeker de begeleidingsmuziek met koor en zang bij is een ongelooflijk mooi stuk. Zoals ik zei, hij leerde componeren en dirigeren met zijn privéorkest. Maar hij kon nog wel heel erg goed, want in 1833 dirigeerde een aantal concerten, een Niederrheinische muziekfest. En die was zo goed, wat hij deed, dat prompt de functie kreeg van generaal muziekdirecteur in de stad Düsseldorf. Trouwens staat een mooi standbeeld van hem in Düsseldorf. En dan, een paar jaar later, en is ook heel interessant, werd hij eigenlijk muziekdirecteur in Kapellmeister. Dus muziekdirecteur en Kapellmeister met twee functies. Hè. Werd eigenlijk in Leipzig, in Gewandhausorkester. Wat interessant is nog te weten over de Grand Tour van hem. Heel grappig, in de zomer van 1836 of 37, dat weet ik niet, die kwam terecht in Den Haag. En die was niet alleen een begaafde muzikus, maar was een begaafde schilder. Die maakte kleine miniaturen en aquarel. Dames en heren, dit is die kleine markt in Den Haag. Hij is ook getrouwd geweest. En heel grappig, voordat hij eigenlijk ja ging zeggen, die helemaal op zijn eentje naar Scheveningen had gereisd. En gewoon een paar dagen daar doorbracht om de beslissing te nemen, ga ik trouwen of ga ik dat niet doen. Uiteindelijk ging hij trouwen en kreeg hij 5 kinderen. Dus ja, hij componeerde redelijk veel en kwam toch ook onder invloed van muziek van Bach. En hij was de eerste dirigent, componist, die een uitvoering gaf van een Matthäus-passie. Namelijk tot in die tijd... muziek was geschreven en dan als het klaar was, volgende stuk, volgende, en de oude stukken waren gewoon in vergetenheid geraakt. En dat had ook nog leuk te weten dat hij had zelf een bewerking van gemaakt. Ik gebruik het altijd als mumus, of hoe zeg men dat? Ik gebruik als tegen mijn collega's als een beetje zo dreigen, en tegen mijn klarinetisten. Want ze zeggen, ja, is Matthäus tijd bij Philharmonie Zuid-Nederland? Daar hebben wij 2 weken, kunnen we iets anders doen? Dus ik ijver al een aantal jaren bij Jos Roeden, bij onze programmeur. Laat ons één keer dat versie van Mendelssohn gaan spelen. Niet om hun te pesten hoor, maar om te weten wat het verschil is. Wat is de toevoeging van zo'n componist als Mendelssohn aan zo'n magistraal stuk als de Matthäus-passie? Jammer genoeg, hij was niet zo sterk van gezondheid. En op 38-jarige leeftijd overleden. De 5e symfonie, bekend als de Reformatie-symfonie. Ja, Reformatie. Iedereen weet wat de Reformatie is, zeker in Nederland. Uiteindelijk draait het om deze meneer hier. Dat is Luther. Hier zien we Luther eigenlijk
die zijn thesis of zijn ik weet niet hoeveel punten, 93 punten gaat gewoon op de kerk van Wittenberg. Klopt, Lutheraanse protestante geloofsbelijdenis. En zo is het begonnen dat eigenlijk dat de hele Lutheraanse beweging, die werd afgescheiden van de katholieke, Rooms-Katholieke kerk. Het is moeilijk te zeggen, moeilijk te bedenken of geloven dat een jonge man, was maar jong als hij schreef, al zo met zo'n grijze baard muziek ging schrijven. Maar hij was toch een beetje gefrustreerd door de geschiedenis. Het is niet uitgevoerd in Augsburg, in Parijs afgekraakt en pas later kunnen op première gaan. Dat hij eigenlijk zei, weet je wat, dit is eigenlijk een jeugdzonde, zeker niet mijn beste werk. En die ging die bijna verbranden. Dus gelukkig is dat niet gebeurd. Grappig is dat dit stuk is pas 20 jaar later na zijn dood is uitgegeven. En zijn zus had eigenlijk de naam bedacht, die Reformatiesymfonie. En pas echt laat keerde die stuk terug op de groot repertorium. En dat van vandaag, als je op de kalender kijkt, elk orkest speelt elk jaar bijna. Er is zo vaak gespeeld, dit stuk. Maar dit is zeker een heel goed stuk muziek. Mooi georchestreerd. En heb je heel duidelijke citaten in die en heel duidelijke thematiek. Begin met de trage inleiding. Dus na de trage inleiding, dat loopt zo door, krijg je allerlei afwisselende passages tussen koperblazers, strijkers en houtblazers. Het is allemaal nogal in een plechtige sfeer. Zo. Het is een mooie inleiding. En dan gebeurt iets heel speciaals. En dat is iets wat de aha-moment voor sommige concertbezoekers zijn. En ook mensen die het stuk niet kennen, en bijvoorbeeld Wagner kennen, gaan ze zeggen, hè? Dat is toch raar. Die ken ik ergens vandaan. Tuurlijk kennen wij dit hier. Namelijk is het niets anders dan eigenlijk dit. Of kunnen wij ook zo luisteren? Of zo. Dit is een citaat uit Richard Wagner's Zijn Parsifal. En dit is een welbekende melodie. Men noemt het, deze dichtje, de Dresdener Amen. Geschreven van Johann Gottlieb Neumann. Wagner gebruikte die melodie, Bruckner gebruikte die heel vaak de melodie, Mahler gebruikte die, Scriabin, Carl Davis en Ben Hur komt het ook voor, dit hier. En die komt een aantal keren terug in het stuk. Dan kun je de partituur in beeld ook zien. Hè? Hoe het eigenlijk in elkaar zit. Die thematiek kreeg je in het eerste deel en krijg je ook een aantal keren dat Dresdener Amen terug. Best plechtig, best, ja, zou ik zeggen, best zwaar misschien dit stuk. Al is zwaar. Het is zo moeilijk te zeggen wat is zwaar. Is nogal plechtig en stevig gecomponeerd. Thematisch zeer goed in elkaar gezet. Ik vind het een mooi deel. En daarna krijg je iets totaal iets anders. En dat is die mooie van zo'n Mendelssohn. Die kan echt zo switchen, zo wisselen tussen karakters en kleuren. En krijg je een tweede deel, eigenlijk in eerste instantie thematisch, heeft eigenlijk niks te zien met een eerste deel. Herhaling. Dat is een zeer, zeer aangename stukje luistermuziek. Een soort scherts, zo is dat eigenlijk. Ik denk dat hij dat bewust na zo'n zware thematische eerste deel had gezegd, nou, zal ik mijn publiek toch niet afschrikken, zal ik toch maar iets lichtzinniger schrijven.
En dan krijg je eigenlijk de derde deel. En de derde deel is ook eigenlijk nog niet de hoofd, laten we zeggen, niet de cantus firmus in dit stuk, niet de belangrijkste. Maar een bijzonder mooi langzame deel. Kort. Triest. Heel klein. Wacht eens even. Ken ik dat niet ergens vandaan? Van waar ken ik dit melodie? Wacht eens even. André Rieu? Ja. Dames en heren, geen toeval. Shostakovich was wel zo braaf om dit toe te geven. Hij zei in die periode, als ik die wals schreef, was nummer 2, zoals we kennen allemaal, een lijflied van André Rieu, die luisterde naar de symfonie van Mendelssohn. En nou, beter goed gepikt dan slecht geschreven. Dit is een koraal, een lied. Maar wat voor lied? Niet zomaar een lied. Een echt Lutheriaans lied. Geschreven door Luther zelf. Een vaste borg is onze God. DT, hè. Hele vierde deel is gedomineerd door dit Lutheriaans lied eigenlijk. Mag die bravo geroepen worden na zo'n concert? Ja, dat mag. Ik vind wel dat mag. Het gaat toch over God, over de grootheid der Heer. En dat mag gevierd worden met een stevige applaus.